Vandaag wil ik een heel klein stukje gereedschap introduceren dat ik zelf gewoon heel erg leuk vind. Niet dat je dat nou per se nodig hebt als je gaat naaien of patronen maken, maar het is wel een hebben ding. En ik hou wel van hebben dingen, dingen die het net even leuker maken of handiger. Waar ik het over heb, dat is dit kleine apparaatje. Het kost een paar dollar of euro, het is niet een duur gereedschap. En het heet een Taylor's Notch. Het is eigenlijk een klein stukje gereedschap waarmee je je patronen net even iets mooier kunt afwerken en net even iets handiger kunt maken. Ik zal je laten zien hoe ik het gebruik. Hier zie je een patroondeel, even getekend. Het is met een hele grove stift gedaan, maar daardoor kun je het goed zien. En zoals je ziet heeft deze heel scherpe curves en daarom ook veel pastekens. Dat is super handig. Nou, dit is precies waar je die Taylor's Notch voor gaat gebruiken. Nou, eerst knip je je patroon uit. Dan denk je misschien, wat is dit een vreemd patroondeel? Dat is het ook. Maar dit is typisch zo'n patroondeel wat ontstaat bij Japanse patroontechnieken. En juist vanwege al die rondingen heb je veel van die tekens nodig. Dit is het patroon. Nou komt de Taylor's Notch aan de beurt. Het is eigenlijk een soort perforator met een klein streepje. En zo ziet dat eruit. Nou denk je, wat is hier nou zo bijzonder aan? Nou, niet zoveel. Anders dan dat je nu in je patroon een klein inhammetje hebt. En als je dan een krijtje neemt en je bent je patroon aan het overnemen op de stof, kun je heel makkelijk snel even zo de pastekens markeren en staat het meteen op de stof en ben je klaar. Ja, ik vind het er heel cool uitzien. Nou zie je door die streepjes niet goed hoe het eruit ziet. Ik zal even hier laten zien hoe het eruit ziet. Het is echt een heel mooi streepje. Oeps. Zo ziet het eruit.